Broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Goedemorgen allemaal en welkom bij het Alts Indeed webinar. De deelnemers zijn nog aan het binnenstromen, zien we. Dus we nemen nog eventjes een minuutje om te wachten dat iedereen ingelogd kan zijn. En dan gaan wij van start met het grote Alts Indeed webinar. Unmuted. Nou, het is inmiddels volgens mij 2 minuten over 11 of 1 minuut over 11. Ik denk dat wij van start kunnen. Nogmaals van harte welkom bij het Otis Indeed webinar. Een iets wat andere manier dan hoe we normaal gesproken webinars doen bij Otis. Want als we normaal gesproken webinars doen, dan hoor je voornamelijk mij en of Janine aan het woord. Maar naast ik, Bastiaan Brands, product manager bij Otis, hebben we vandaag een hele bijzondere gast. Of nou ja, gast, een medepresentatrice of hoe je het ook noemt. En dat is Lydia van Indeed. Lydia, welkom. Dankjewel. Dank dat ik hier bij mocht zijn. Nou, heel fijn dat je er bij aanwezig bent. Ik denk dat de meeste mensen mij wel in minder of meerdere mate kennen, maar ik denk dat dat bij jou iets wat anders is. Dus zou je misschien kunnen beginnen om jezelf kort voor te stellen? Natuurlijk. Mijn naam is Lydia van Os Heres en ik ben binnen Indeed Alliances Manager. En wat dat betekent is dat ik verantwoordelijk ben voor het opzetten van integraties tussen Indeed en ATS-partijen in de Benelux, Frankrijk en de Nordics. Cool, supergoed. Nou, heel erg fijn dat je erbij bent vandaag. Want wij hebben vandaag het mooie Otis Go webinar. Haal het optimale uit de Otis Indeed integratie. Dat is eigenlijk min of meer wat het zegt. We hebben een hele mooie integratie, of zelfs integraties met Indeed. En wij gaan het komende uur jullie vertellen hoe je daar als Otis klant nou het optimale uit kan halen. Op de achtergrond is ook Janine aanwezig. Janine, volgens mij heb ik je net gemute, dus volgens mij moet je jezelf nu eventjes unmuten. Hallo Janine. Ja, hallo. Ja, Janine die gaat zeg maar, als jullie tijdens dit webinar vragen hebben, kunnen jullie in het paneel aan de rechterkant bij questions kunnen die vragen stellen. Die vraag gaat Janine monitoren en dan zal ze af en toe mij en Lydia interpreteren zeg maar jullie vragen aan ons te stellen, zodat we die live kunnen beantwoorden. Ja. Nou, we doen natuurlijk ons best om zoveel mogelijk vragen tijdens het webinar te bespreken, maar het kan zijn dat je of een hele specifieke vraag hebt die heel erg voor jouw situatie geldt, of dat we er gewoon niet aan toe komen, of dat je misschien 5 minuten na afloop van het webinar een woest veel briljant vraag hebt. Mocht je nou zo'n vraag hebben, dan kan je aan het einde van het webinar nog even een mailtje sturen naar gowebinar@otis.nl. Eens even zien, Lydia, wat staat er vandaag op het programma om te bespreken? We gaan zo meteen van start met zeg maar het hele mooie nieuws omtrent ons Star Partnership. Ja, dat is wel heel bijzonder natuurlijk, dat Otis zich de eerste star partner van Indeed mag noemen. Ons eigen, zien we toch eigenlijk bij Otis wel min of meer als een soort van Michelin-ster. Nu weten wij dat jullie ons allemaal het beste gunnen, maar dat jullie natuurlijk ook vooral benieuwd zijn in, hey, tof dat Otis nu star partner met Indeed is, maar wat heb ik daar als Otis-klant aan? Nou, dat gaan we in ieder geval toelichten. We gaan samen door de verschillende integraties, dus inderdaad meervoud, die er tussen Otis en Indeed bestaan, dus dat je weet, hey, op wat voor manieren is Otis en Indeed gekoppeld. En we gaan het ook hebben over het optimaliseren van de zichtbaarheid van vacatures. Want toen we dit webinar voorbereiden, was een van de dingen die Lydia aangaf, joh, daar moeten we het vooral over hebben. Waarom, Lydia? Nou, dat is wel waar ik veel vragen over krijg. Van zowel de Indeed-klant als ik spreek met individuele klanten ook.
Dus daar ja, dacht ik dat is goed om wat beter op in te zoomen tijdens dit webinar. Want dit kan ja, benefits hebben eigenlijk voor jullie klantbase. En wij sluiten af met, nou, we hebben het afgelopen jaar mede in het kader van Star Partnership best wel veel wijzigingen doorgevoerd op de integraties tussen OTSEN en DEET. En we gaan eventjes doorlopen wat voor verbeteringen er allemaal zijn geweest. Want het komt nogal eens voor dat een klant zegt, oh, ik vind het jammer dat dat niet kan en dat het inmiddels al nou ja, 3 maanden mogelijk is. Maar dat de klant het gewoon niet weet. Dus we gaan eventjes door die verbeteringen heen lopen. Janine, zijn er al vragen voordat wij echt van start kunnen? Nee, er waren even wat dingetjes rondom geluid. Dus, maar goed, ik krijg ondertussen door dat iedereen geluid heeft. Mocht je gedeelte hebben gemist, we nemen deze webinar ook op. Dus je kan altijd achteraf nog een klein stukje terugkijken. Cool. Nou, top. Dan gaan wij van start. Het Star Partnership tussen Otis en Indeed. Wij zijn dus als Otis zijnde het aller eerste ATS in Europa dat Star Partner is van Indeed. En daar zijn we vanuit Indeed, vanuit Otis natuurlijk heel erg trots op. Maar ja, fijn dat we een Star Partner zijn. Maar wat heb je er nou als Otis klant aan? Lydia, kan jij misschien eerst iets meer toelichten over het Star Partnership vanuit Indeed? Ja, dus eigenlijk, je krijgt de badge Star Partner binnen Indeed als je als ATS alle integraties met Indeed hebt die mogelijk zijn. Maar ook, dat is ook een zeer belangrijk punt, dat je gezondheid van de integratie zo goed mogelijk is. Dus wat je net al aangaf, de verbeteringen die we vorig jaar met elkaar zijn doorlopen, waren er ook een heel belangrijk punt in. Dus naar die twee elementen kijken we als Indeed zijnde. En ja, wat je dan ook ziet is, deze badge is zeker bij jullie zeer verdiend. Aangezien alle integraties, en daar gaan we natuurlijk verder op in het volgende gedeelte, maar alle integraties die er mogelijk zijn, die zijn eigenlijk ontwikkeld. Plus de gezondheid is enorm verbeterd. Er zijn dingen mogelijk die eerst niet mogelijk waren tussen de integratie. Dus daar heb je als klant ook een enorm voordeel aan. Ja, precies, dus als Otis klant weet je eigenlijk dat de manieren waarop een systeem als Otis kan integreren met Indeed, dat die integratie nummer 1 er is. En nummer 2, de kwalitatief en inhoudelijk ook gewoon goed is. Nou, wat heb je daar als Otis klant nou aan? Nou, nummer 1, dat je dus op allerlei verschillende manieren kan koppelen met Indeed, die nou ja, je heel veel kan opleveren. Maar hoe maak je daar nou gebruik van? Het is heel erg fijn dat Otis en Indeed allemaal hele mooie integraties heeft gebouwd. Maar op het moment dat je ze niet gebruikt, of op het moment dat je ze niet goed gebruikt, dan heb je er alsnog weinig aan. Dus zie dat Star Partnership maar als een soort van keurmerk. Dat we een restaurant zijn waar je heel erg lekker eten kan bestellen. Maar ja, weet je, op het moment dat je ons restaurant binnenkomt en alleen maar een colaatje bestelt en verder niks eet, dan heb je heel weinig aan die Michelinster. Je moet wel weten wat de mogelijkheden zijn. En die moet je gewoon strategisch inzetten voor je eigen situatie. Janine, ja, vraag dus over het... We gaan vandaag de menukaart bespreken. Ja, dat is eigenlijk wel... Ja, die hadden we niet eerder zo bedacht. Maar we gaan vandaag gewoon de menukaart bespreken. Ja, tot nu toe helder hoor. Ik denk dat iedereen vol spanning zit te wachten op wat die menukaart inhoudt. Nou, cool. Dan gaan we eigenlijk beginnen met zeg maar, een soort van hoofdmenukaart. Want het is niet zo dat er 1 integratie is tussen Otis en Indeed. Er zijn verschillende integraties tussen Otis en Indeed. Dus Otis is op verschillende manieren gekoppeld aan Indeed, waar je als Otis-klant op verschillende manieren gebruik van kan maken. En het kan zijn dat je het maar op dit moment helemaal niet gebruikt. Het kan ook zijn dat je het maar op 1 vlak gebruikt. Maar ja, het is in ieder geval dus verstandig om op hoofdlijnen eventjes te weten hoe die menukaart in elkaar zit. Wat voor integraties zijn er tussen Indeed? Nummer 1, via globale feeds het automatisch doorzetten van vacatures. Lydia en ik hadden het er net nog eventjes over dat dit al echt heel erg lang het geval is. Voordat Lydia bij Indeed bestond deze integratie al. En het komt er in principe op neer dat als Otis klant dat jouw vacatures automatisch doorgestuurd worden naar Indeed. Zodat jouw vacatures automatisch doorzoekbaar zijn
in Needs. Dat wil nog niet betekenen dat ze optimaal doorzoekbaar zijn. En in sommige gevallen kunnen ze zelfs voor Indeed uitgesloten worden. Dat gaan we zo meteen wat meer over vertellen. Maar in de basis worden alle vacatures van Otis klanten doorgezet naar Indeed. Nou, dat is zeg maar de basisintegratie. Maar dan hebben we ook solliciteren via Indeed, Indeed Apply. En dat kan jij eigenlijk veel beter toelichten dan ik, Lydia. Ja, en dat kan dus eigenlijk alleen op het moment dat je een integratie hebt met een ATS-systeem waar je gebruik van maakt. Of direct vacatures post op het Indeed-platform. En het allergrootste voordeel is als een ATS, als Otis, dus klanten die nu luisteren hebben wel geluk, gebruik kunnen maken van Indeed Apply, is dat je dus ook je sollicitaties, niet alleen dat kandidaten direct op Indeed kunnen solliciteren, maar ook dat de sollicitaties in het ATS verschijnen. In plaats van in een e-mailadres bijvoorbeeld. Op een e-mailadres bijvoorbeeld. Dus dat is een enorm voordeel voor klanten van Otis. Dus heb je deze feature niet, kijk er vooral naar. En dan als ik dan zeg maar de advocaat van de duivel van de klant speel en ik zeg ja, maar op het moment dat je vanuit Indeed mensen doorstuurt naar mijn website en ze solliciteren via mijn eigen website op de vacature, dan staan die gegevens ook gewoon in Otis. Waarom zou ik dan van Indeed Apply gebruik willen maken? Ja, eigenlijk. Ja, een soort van argumentsachtig interview dit, want ik weet niet ja, wat het antwoord gaat zijn. Maar toch, hè? Ik kan me indenken dat een klant dat zich afvraagt. Waarom? Daar is een heel simpel antwoord voor. En dat gaat om kwantiteit van vacatures. Dus als je Indeed Apply gebruikt, heb je gemiddeld 8 keer zoveel sollicitanten op je vacature. Ja, 8 keer zoveel sollicitanten. Toen jullie dat de eerste keer tegen mij zeiden, geloofde ik dat niet helemaal om eerlijk te zijn. Maar data bewijst gewoon dat het verschil mega is. Of iemand op een solliciteerknop op Indeed of any website klikt, doorverwezen wordt naar een andere website en op de andere website de sollicitatie moet afhandelen, of dat je op de solliciteren knop klikt op Indeed en de sollicitatieafhandeling daar plaatsvindt. Dat is een mega verschil qua conversie. Op het moment dat je de sollicitatie gewoon afrondt op het platform waar je in zit, haken veel, veel, veel minder mensen af. En dat betekent voor onze klanten gewoon veel meer sollicitanten, gemiddeld 8 keer zoveel. Dus nou ja, dat is wel heel erg interessant, zou ik zeggen. Mag ik even onderbreken? Ik krijg je naar 2 vragen ook door rondom dat solliciteren via Indeed. En dat heeft met name te maken met de vragen die ze dan op Indeed moeten invoeren en wat er dan doorkomt naar het ATS-systeem. Ja. Zo krijg ik bijvoorbeeld de vraag, ja, kunnen we wel bijvoorbeeld het 06-nummer verplicht maken? Ja. Hoe werkt dat? Ja. Daar ga ik straks eventjes op terugkomen. Dus er zijn best wel veel mogelijkheden om de vragen die op Indeed gesteld worden, om dat te gaan fine-tunen. Daar hebben we het afgelopen jaar ook nog best wel veel toevoegingen aan gedaan. Maar die komen straks nog eventjes aan de orde. Dus ik ga straks nog eventjes verder toelichten hoe je ervoor kan zorgen dat de juiste vragen ook op Indeed gesteld worden. En nog 1 vraag, misschien kom je daar dan zo meteen ook op hoor. Maar als ze dan via Indeed solliciteren, krijgen ze dan ook wel een kandidatenaccount, portaal, zeg maar, op de Otis website? Ja, dan krijgen ze standaard. In principe wordt hetzelfde proces gevolgd als wat als ze gewoon via de eigen website zouden solliciteren. Dus ze krijgen ook een kandidatenaccount op de Otis website. En dan nog een laatste vraag. Jullie hebben het spreken over die 8 keer meer sollicitanten. Is die data ook ergens voor de Otis gebruikers opvraagbaar? En geldt dat voor de Nederlandse markt of ook voor de markt in het buitenland? In Otis zie je welke kandidaten van Indeed afkomen. Ook daar komen we zo meteen nog eventjes op terug om daar het wat inhoudelijker over te hebben. En de vraag over de 8 keer of dat puur de Nederlandse markt is of internationaal of iets anders. Weet jij daar iets over? De zinnigste roepen, Lydia? Ja, dat is internationaal. Dus de specifieke cijfers voor Nederland zijn ongeveer hetzelfde. Maar de 8 keer zoveel is echt internationaal. Maar Otis werkt ook natuurlijk met meerdere landen. Precies. En het is natuurlijk iets van menselijk gedrag dat als ze van website 1 naar website 2 gaan, dat er gewoon veel mensen afhaken. En dat zal per land natuurlijk net even wat anders zijn, maar dat is niet echt een heel erg, weet je, lokaal kenmerk van iemand. Dus het klinkt ook logisch dat dat in Nederland soortgelijk is als
ons internationaal. Ik krijg hier inderdaad ook nog de opmerking binnen van, hè, als ze naar je eigen website kunnen gaan, dan creëer je meer verbondenheid. En ik denk dat dat gewoon wel iets is wat elke klant voor zichzelf ook moet bekijken. Maar wat je eigenlijk zegt is juist dat op het moment dat iemand aan het surfen is, volgens mij op Indeed, en je moet steeds verspringen naar andere websites, dat je op een gegeven moment afhaakt. En dat voorkom je dus, als in de kandidaatbeleving tenminste, om gewoon een sollicitatie te kunnen afronden. En daardoor pak je die kandidaat wel mee, ondanks dat ze dan misschien niet op jouw website zijn geweest, hebben ze wel jouw vacature gezien en gereageerd. Ja, precies. En die verbondenheid, dat is iets wat we in het verleden best wel vaak hoorden. Dat daarom juist mensen willen dat die doorgezet wordt naar de eigen website. En dat snap ik ook. Maar als dat bijna 90% van je sollicitanten kost, dan is dat, nou ja, dan weet ik niet of je meer verbondenheid creëert inderdaad door die mensen gewoon in je database te krijgen en vanuit daar verder contact met ze te zoeken. Of dat ze puur op je website terechtkomen. Dus nou ja, vandaar ons zeer dringende advies om ook Indeed Apply te gebruiken. Ja, yep. Oké, okay, dat was hem even voor u. Oké, cool. Dan hebben wij sinds kort een hele toffe aanvullende integratie. En dat heet Disposition Data. Een prachtige Engelse term die Lydia geweldig kan uitleggen. Ik denk dat we hier even echt wel goed bij stil moeten staan. Aangezien we het heel erg hebben over de kwantiteit van sollicitaties. Namelijk gemiddeld 8 keer zoveel. Maar hoe zorg je nou dat die kwantiteit ook kwaliteit is? En je zag al in het Source of Hire Report, wat we samen met Otis hebben uitgebracht vorig jaar in juni, dat op dit moment meer dan 1/3 van de hires vanuit Indeed komt voor alle Otis klanten. Maar dat getal, die conversieratio, willen we natuurlijk eigenlijk nog meer verbeteren. En daarmee hebben we deze integratie in het leven geroepen. Deze is bij Otis sinds september live. En wat houdt het nou in? Eigenlijk dat op het moment dat de sollicitant solliciteert met Indeed Apply, dat Indeed de status doorkrijgt waar een sollicitant doorheen gaat. Dus gaat de sollicitant van Apply naar Reviewed. Gaat vervolgens naar Interview. Wordt hij daarna aangenomen of wordt hij rejected? En doordat wij als Indeed zijnde die statussen doorkrijgen en natuurlijk vanzelfsprekend geanonimiseerd, zorgen we ervoor dat we de algoritmes kunnen verbeteren in de, ja, eigenlijk de kandidaten die ook solliciteren op bepaalde vacatures voor bepaalde klanten. Dat is denk ik een zeer mooie toevoeging aan het pakket wat we bieden aan Otis klanten. Waar we niet alleen focussen op kwantiteit, maar ook heel duidelijk op de kwaliteit van sollicitanten. En hopelijk zien we daar, het komende jaar plukken we daar al de vruchten van. Ja, het is, weet ik het, 5, 6, 7, 8 jaar geleden toen ik me een beetje met Indeed begon te bemoeien. Ik heb het net met het schaamrood op mijn kaak aan Lydia erkend. Was altijd mijn dikke vette aanname van, joh, Indeed zorgt voor heel erg veel verkeer. Maar de kwaliteit van het verkeer is wel minder hoog dan van andere verkeersbronnen. Nou, Indeed is vanaf dag 1 heel erg gefocust geweest op die kwaliteit inzichtelijk maken en die kwaliteit verbeteren. En dat blijkt ook gewoon uit alle data die we hebben. Het is echt niet zo dat we dat Source of Hire Report hebben opgesteld en daar allemaal fake cijfers voor hebben gemaakt om tot een mooi rapport te komen waarin niet goed uitkwam. Nee, op basis van werkelijke getallen, op basis van werkelijke analyses blijkt gewoon dat de kwaliteit van het verkeer van Indeed gewoon hartstikke goed is. En Indeed wil dat alleen maar verder verbeteren. En dat daar is die terugkoppeling van dat verkeer, van de kwaliteit van het verkeer een belangrijke stap in. Mag ik nog even een vraag stellen hierover? Natuurlijk. Ik hoor jullie zeggen disposition data en gegevens eigenlijk, of terugkoppeling van status en om daarmee de kwaliteit te meten. Ik hoorde ook al wel dat het geanonimiseerd werd, maar betekent dat dus ook dat het GDPR-proof is? Ja, vanzelfsprekend. Anders zouden we inderdaad als Indeed deze data niet opvragen. Dus wat eigenlijk Otis doet in transfer, zij geven de applicant ID van een bepaalde kandidaat mee, daarmee de status en een timestamp. Pas op het moment dat de data bij Indeed komt en een kandidaat heeft geaccepteerd om toegang tot zijn persoonlijke data
te verlenen, wordt deze data pas geanalyseerd. Dus het, ja, volledig GDPR-proof. Ja. Heel fijn. En als Otis-klant is het natuurlijk belangrijk dat op het moment dat je die gegevens terug wil geven, dan moeten wij Otis wel weten of je die kandidaat hebt afgewezen, of dat je hem hebt uitgenodigd voor een gesprek, of dat je hem hebt aangenomen. Nou, hè, de meeste Otis-klanten doen dat door netjes statussen bij te werken. Nou, dat is dus wel heel belangrijk om voor ons, zeg maar, dat seintje terug te geven, dat je in de status van de procedure aangeeft hoe ver de kandidaat in die procedure is. Even los van dat dat voor je eigen proces heel erg beneficial is, is dat dus ook voor terugkoppeling van dit soort gegevens van belang. Want als je in auto's niet aangeeft dat een kandidaat is aangenomen, dan gaan wij het niet weten en dan kan dat ook niet teruggekoppeld worden. Dankjewel voor deze toevoeging. Yes. Dan is het sinds een tijdje ook mogelijk om rechtstreeks vanuit Otis vacatures te sponsoren. Standaard worden vanwege punt 1, dat automatisch doorzetten van vacatures, alle vacatures opgenomen in de Indeed-index. Maar het is ook mogelijk om vacatures te sponsoren. Dat kost geld, maar hè, dat is af en toe of zelfs regelmatig erg nuttig. Waarom, Lydia, waarom zou ik überhaupt geld uit willen geven om vacatures te sponsoren? Ja, je vacatures zijn natuurlijk kosteloos zichtbaar op Indeed. Maar op het moment dat je denkt, deze vacature die verdient een beetje extra aandacht. Die wil ik wat hoger in de zoekresultaten. Of ik wil een bepaald soort kandidaten solliciteren met targeted ads op mijn vacature. Dan kun je de vacature sponsoren. Dat zorgt voor meer sollicitanten en betere zichtbaarheid. Dus, en dat is het beste gewoon om zelf te ervaren, dat op het moment dat je een vacature sponsort, dan zal je zien dat dat gewoon, nou ja, meer sollicitanten oplevert. En op die manier kan je daar, doordat we dat qua tracking ook allemaal heel mooi inzichtelijk hebben gemaakt, kan je daar je eigen keuze in maken wanneer je dat wel, wanneer je dat niet wil inzetten. Ik heb nog even een vraagje over de sponsored jobs. Ik krijg inderdaad de vraag van, ik heb standaard al 2 campagnes lopen bij Indeed. Hoe werkt dat dan met Otis? We gaan zo meteen nog eventjes, waarschijnlijk zijn die campagnes verdeeld over vacatures met bepaalde kenmerken. Nou, daar gaan we zo meteen nog eventjes wat meer over vertellen. Het sponsoren rechtstreeks vanuit Otis, dan voeg je budget toe aan een specifieke vacature. En dan zeg je dus heel specifiek, joh, deze vacature, daar wil ik zoveel dollar aan sponsoringsbudget aan toevoegen. Dus die vacature sponsoring vanuit Otis, die is dus heel specifiek vacature gericht. En we gaan zo meteen nog even iets vertellen dat als je echt campagnes hebt lopen, wat daar de mogelijkheden voor zijn in combinatie met Otis. Oké, dankjewel. Mooi. Dan is het sinds zeer, zeer, zeer kort ook mogelijk om mensen met hun Indeed-profiel te laten solliciteren op je eigen website. Waarom zou je dat willen? Nou, sinds we waren volgens mij ook de eerste in, of we waren zeker weten, de eerste in Europa die een integratie had met LinkedIn. Dat kandidaten met hun LinkedIn-profielen konden solliciteren op de Otis-website. Nou, dat was in een periode dat LinkedIn nog heel vriendelijk was en zei van, joh, weet je, op het moment dat de persoon van wie je profiel is het oké vindt, dan mag je alle informatie ophalen uit dat profiel wat je maar wil. Belangrijk uiteraard dat die persoon het oké vindt. Maar als die persoon het oké vindt, staan wij niet in de weg. Nou, in de loop der jaren is LinkedIn steeds meer in de weg gaan staan en hebben ze die integratie zeg maar steeds meer ingedampt, waardoor we de laatste tijd echt nog maar hele minimale gegevens van LinkedIn ophalen. Indeed kan ons gewoon veel meer gegevens verstrekken met betrekking tot het profiel van de kandidaat. Nou, toen Lydia dat tegen mij zei, was mijn aanvankelijke reactie van, joh, tof, maar ja, weet je, er zijn niet zo heel erg veel mensen met een Indeed profiel. Nou, dat was een hele, 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 hele foute aanname van mij, toch Lydia? Ja. Doe je daarvoor nogmaals? Ja. Een wonderpartner zijn geworden is echt een groot wonder met dat soort uitspraken, maar hoeveel mensen zijn er met een Indeed profiel? Ja, er zijn, de laatste cijfers zijn dus van januari 1,8 miljoen mensen in Nederland met een Indeed-profiel. En dat is ongeveer 20% van de werkende beroepsbevolking. Dus daar heb je zeker een heel aantal mensen mee die hiermee geholpen zijn, laat ik zo zeggen.
Dus 20% van de werkende beroepsbevolking, oftewel 1,8 miljoen Nederlanders, die hebben een, in die profiel, de cijfers voor België en dergelijke zullen net even wat anders liggen, maar weet je, het is wel zeg maar, hè, we hebben, het is heel normaal, zeker als werkzoekende, om een Indeed profiel te hebben. En op het moment dat je op de Otis website komt en je ziet eruit sollicitatieformulier, dan kan je dat ding natuurlijk nog steeds invullen. Maar als je daar ook een linkje hebt om met je Indeed profiel te solliciteren, maak je het voor je eigen website bezoekers en sollicitanten een heel stuk gemakkelijker. Nou, een laatste integratie die wij tussen... je hoort mij. Ja. Ik krijg inderdaad hier nog een vraag van Arian over Apply with Indeed. Staat dat dan... de profielen van Indeed zijn vrij sumier. Mm-hmm. En ik denk, hoe werkt het dan precies met auto's? Als jij dus eigenlijk solliciteert met je Indeed profiel, kunnen er dan bijvoorbeeld nog aanvullende informatie uitgevraagd worden? Ja, correct. Wij Indeed maakt het niet heel erg hoogdrempelig om een Indeed-profiel aan te maken. Dus het is niet zo dat als iemand met zijn Indeed-profiel solliciteert, dat we, weet ik het, 400 veldjes van die kandidaat direct hebben. Anders zou het proces aan Indeed-zijde heel erg omslachtig zijn. Maar als je solliciteert met je Indeed-profiel, dan halen wij de gegevens die wij vanuit Indeed op kunnen halen automatisch op. Maar dan kunnen we alsnog aan die persoon zeggen van, hey, dit zijn de gegevens die wij van Indeed hebben ontvangen, controleer deze en vul deze waar nodig aan, zodat je alle gegevens die jij zeg maar bij de sollicitatie wilt hebben, wel ingevuld hebt. En dat kunnen dus ook gewoon velden zijn die Indeed helemaal niet kent, zoals bijvoorbeeld je eigen matchcriteria of andere zaken. Die kan je gewoon actief uitvragen aan de mensen die via Indeed solliciteren. Het gaat er puur om dat de dingen die al in hun Indeed profiel staan, dat ze die niet opnieuw met het handje op de Otis website in moeten vullen of op jouw website in moeten vullen. En hoe krijgen onze mensen Apply with Indeed op hun website? Nou, dat is een geweldige vraag en die laat ik straks nog eventjes zien. Dus dan ga ik zo meteen even laten zien hoe je dit kan activeren voor je eigen website. Top, dankjewel. Mooi, nou dan hebben we nog een laatste integratie. En dat is een klein beetje een vreemde eend in de bijt. Want de eerste vijf integraties zijn eigenlijk voornamelijk bedoeld voor mensen die zeg maar actief aan het werven zijn. De laatste integratie is eigenlijk meer voor vacaturebanken. Ben je nou een vacaturebank die met auto's werkt? En heb je zoiets van, hey, ik zou eigenlijk ook wel wat geld willen verdienen met Indeed. Dan heeft Indeed daar een publishersprogramma voor. Dat je vacatures van Indeed in je eigen zoekresultaten laat zien. En dat betekent dus dat als iemand op een bepaald trefwoord of iets dergelijks zoekt, dat hij dus ook relevante Indeed vacatures ziet. En iedere keer als iemand dan op een van die vacatures klikt, dan verdien je daar een beetje geld aan. En dan mag ter grote getallen heel vaak een beetje wordt heel veel. Dus dat is de laatste integratie die we hebben. Indeed vacatures in je eigen zoekresultaten. Maar dat is meer een vacaturebankachtige integratie. Lydia, aanvullingen op wat we voor ons nog hebben gezegd? I take that as a no. Janine, vragen over de integraties tussen Otis en Indeed? We hebben de meeste volgens mij nu gehad. Ik zit nog even te kijken. Ja, ik denk dat je die ook zo nog gaat beantwoorden, maar misschien toch alvast even voor de zekerheid. Ik had net al de vraag natuurlijk van, hey, als ze dan via Indeed solliciteren, krijgen ze dan wel een account bij Otis? Maar ik krijg bijvoorbeeld ook vraag, krijgen ze dan nog wel een mailtje van bedankt voor je sollicitatie geautomatiseerd? Ja, dat krijgen ze ook. Nou, dat was hem eigenlijk eventjes. En misschien nog eentje. We hadden het natuurlijk nog even over die disposition data. En er is nog wel de vraag van ja, wat heb ik als klant nou precies aan het feit dat die gegevens worden uitgewisseld? Zal ik hem antwoorden of doe jij dat, Lydia? Go ahead. Jij mag hem beantwoorden. Nou, mooi. Door een terugkoppeling te geven over de kwaliteit van het verkeer, gaat Indeed ervoor zorgen dat jij hogere kwaliteit verkeer ontvangt. Dan moet je niet zien als een 1-op-1 relatie. Met andere woorden, hey, ik wijzig nu een status in auto's en morgen komen er betere sollicitanten binnen. Dit werkt met algoritmes, dit werkt met big data, dit werkt echt met enorme bakken op basis waarvan al die systemen
aan in die zijde verbeterd worden. Maar ja, vergelijk het met als jij mensen hebt die via een referralprogramma kandidaten bij je aanleveren. Dan is het ook handig om te zeggen van, hey, die eerste 10 kandidaten, daar had ik heel veel aan. En die tweede 10 kandidaten, daar had ik echt helemaal niks aan. Zodat die mensen er ook van kunnen leren. Want als je die terugkoppeling niet geeft, dan blijft de andere partij gewoon hetzelfde doen. Goede uitleg, Lydia, of nog aanvullingen en correcties? Nou, misschien, kijk, er zijn natuurlijk meerdere initiatieven die we hiermee aan het ontplooien zijn, die allemaal, vind ik, mega interessant zijn. En we hebben natuurlijk wel data nodig om de kwaliteit te kunnen verbeteren. Dus dat is, ja, de data moeten we een bepaalde periode monitoren. Om dit ook echt daadwerkelijk te kunnen verbeteren voor individuele klant van Otis. Ja. Dat, ja. Oké, cool. Dankjewel. Yes, geen vervolgvraag, Janine. Door naar de volgende sheet. Door naar de volgende sheet. Oh, ja. ik zou bijna willen zeggen, Lydia's kindje, hetgeen waarvan Lydia heeft aangegeven, joh, weet je, dat moeten we echt opnemen in het webinar. Want Otis heeft een hele mooie integratie met Indeed, onder andere voor het doorzetten van vacatures van Otis naar Indeed. Maar er kunnen allemaal redenen zijn waarom jouw vacatures of geen goede zichtbaarheid hebben, of zelfs helemaal geen zichtbaarheid hebben op Indeed. En we gaan die vandaag bespreken. Met andere woorden, hoe verbeter ik mijn zichtbaarheid op Indeed. Lydia, the floor is yours. Ja, en dit is natuurlijk niet alleen omdat het goed is voor jou als klant wanneer je sollicitanten krijgt via Indeed, maar ook het gebruik maken van alle integraties die mogelijk zijn. Dat is alleen echt mogelijk als je zichtbaarheid hebt op Indeed. En ik krijg daar regelmatig, zeer regelmatig vragen over. En ik dacht, als we dit nu behandelen, hopelijk dat er iets meer kennis ook op dit vlak ontstaat, waardoor we nog beter samen kunnen werken op die manier. Ja. Dus er zijn meerdere manieren waarop je vacatures zichtbaar kunnen worden op Indeed. Waar Otis en Indeed gebruik van maken met z'n tweeën, is dus die global feed, oftewel een multi-source XML feed. Wat eigenlijk de meest optimale manier is. Maar er kunnen nog andere manieren zijn om je vacatures zichtbaar te krijgen op Indeed. En eigenlijk vraag ik ook aan jullie om te bepalen, oké, zit ik überhaupt wel in de global feed? Want ik wil ook gebruik kunnen maken van deze integraties. Hoe je dat kan, je kan natuurlijk direct via Indeed je vacatures posten. Het wordt normaal liter gedaan door wat kleinere bedrijven die geen gebruik maken van een ATS-systeem. Of wanneer een ATS-systeem niet geïntegreerd is met Indeed. Dus dan heb je echt, gebruik je het Indeed desktop. Over inloggen op het, in de Indeed-website, op een knopje nieuwe vacature klikken, een formuliertje invullen en op die manier je vacature op Indeed krijgen. Ja, en inderdaad op die manier je vacatures managen. Dus dat is echt wel degelijk anders. Ja, dan mocht heb ik niet je van jou stom noemen. Hè? Dat mocht ik niet van jou stom noemen, maar dat is de niet optimale versie. Voor sommige bedrijven is het niet stom. Precies. Maar in het geval als je een Otis klant bent, is dat doorgaans niet de meest optimale manier om je vacatures op Indeed te krijgen. Ja. En dan heb je nog de manier waarop wij de carrière-site indexeren. Dus dan eigenlijk dan crawlen wij als Indeed zijnde de vacatures direct vanuit je carrière-site en staan die op Indeed. Dit is ook een veel voorkomende manier. En het is niet minder stom, maar het is wel minder optimaal ook. Ja, het is minder optimaal. En dan heb je ook nog de mogelijkheid dat je eigenlijk een individuele XML-feed hebt. Dus waar echt een XML-feed waar één klant zijn vacature stuurt naar Indeed. Dat gebeurt ook nog bij Otis. Voor sommige klanten. En meestal was dat omdat niet alle mogelijkheden, bijvoorbeeld het toevoegen van categorieën, metadata, zoals we dat mooi noemen, niet kon. Wat nu wel kan. Dus ja, de multisource XML feeds, die kan eigenlijk het meest. En dat is dus het meest optimaal. Ja,
En hoe weet ik nou als Otis klant zijnde dat mijn vacatures op de optimale wijze, oftewel via de multi-source feed, opgenomen zijn in Indeed? Nou, als je Indeed Apply hebt, dan is eigenlijk het antwoord altijd ja. Tenzij je direct vacatures post via Indeed en ze op je e-mail terechtkomen. Precies, maar dan, dan weet je dat je iedere keer vacatures iedere dag met het handje aan het invoeren bent. Dus dan Indeed Apply, in beginsel zie je Indeed Apply linkjes staan bij je vacatures, dan weet je dat die zeg maar goed verlopen. Ja, exact. Dus als dat antwoord ja is, dan sta je waarschijnlijk via de multisource feed bij Otis aan. Ja, en zie je dus geen Indeed Apply linkje, dan zou er eigenlijk een soort van alarmbelletje moeten gaan om even te controleren van, joh, weet je, klopt het wel? Ja, nou, dan is het dus zo, je weet eigenlijk zeker dat je in de multisource feed zit, maar je bent niet zichtbaar als klant of bepaalde vacatures zijn niet zichtbaar. 9 van de 10 keer ligt dit aan de kwaliteit van je vacatures. En ik wil hier 3 kwaliteitspunten benoemen die enorm belangrijk zijn voor het Indeed kwaliteitsteam, die je dat dus eigenlijk dagelijks aan het controleren is. De eerste is je titels. Je titels moeten zo mean en clean mogelijk zijn. Bastiaan vindt dat ik de Engelse niet ken. Ja, ik krijg af en toe het verwijt dat ik te veel Engelstalige woorden gebruik, maar volgens mij is Lydia nog erger dan ik. Maar de functietitels moeten gewoon, hè, het moet gewoon puur gaan om de functie. Wat is de functietitel? Als je spoed erachter hebt staan, of als je part-time maandag tot en met woensdag erachter hebt staan in je titel, dikke kans dat het kwaliteitsteam zegt, deze vacature voldoet niet aan de eisen. Ja, en dat is op zich heel logisch, want ze willen gewoon in het veldje functietitel de functietitel en geen aanvullende informatie. Dit is overigens een tip die we bij Otis al heel erg lang geven, want ook in het kader van zoekmachine optimalisatie, dus om in Google gevonden te worden, is het van belang dat die functietitel gewoon de functietitel is. Want wij optimaliseren dat ding, de vacature, ook op basis van die functietitel automatisch voor Google. En als je denkt dat mensen heel veel googelen op vacature, account manager, spoed, meerdere posities beschikbaar fulltime, dan is het hartstikke handig om zo je functietitel te noemen. Maar daar googelen mensen niet op. Mensen googelen op vacature accountmanager, vacature accountmanager Amsterdam. Dus zorg ervoor dat de functietitel simpelweg gevuld wordt met de functietitel. En niks meer en niks minder. Dan de tweede, die heel belangrijk is voor vooral bureaus, is dat zorg dat je vacature uniek is. Dus op het moment dat je voor een bedrijf op zoek bent naar, ik zeg maar wat, een vrachtwagenchauffeur, en de vacature is exact hetzelfde als de vacature op het bedrijf zelf, dan ziet Indeed dat als duplicate. En automatisch het kwaliteitsteam zegt dan, oké, dit is een duplicate, dus dan gaat de vacature van het bureau, die wordt naar de achtergrond gezet. En dus niet zichtbaar op Indeed. Mag ik even een vraagje tussendoor stellen? Natuurlijk. Ik krijg hier nu een aantal keren toch nog vragen over de titel, zeg maar, van de vacature. Is het nu wel of niet geadviseerd om bijvoorbeeld in de titel de plaatsnaam van de vacature te vermelden en bijvoorbeeld het salaris? Dat is niet geadviseerd. Ja. Dus in de functietitel moet je de functietitel zetten en in de locatie moet je de locatie zetten. Op het moment dat je bijvoorbeeld op je eigen Otis website wil dat de locatie ook in zeg maar, de hoofdkop van de website komt te staan, dus zeg maar in de grote vetgedrukte tekst bovenin het vacature detail, dan kan dat. Maar dan kan je beter aan Otis vragen van, hey Otis, daar staat nu alleen de functietitel. Zou je alsjeblieft de functietitel en de locatie daar neer willen zetten, dan dat je zeg maar zelf een locatie gaat invullen in het veld waar dat niet voor bedoeld is. Okay. Dus ik heb het advies in functietitel, alleen functietitel en geen locatie in de functietitel. Dankjewel. Dan heb je nog eigenlijk het derde punt wat ik wil benoemen en dat is reposting. En dat is op het moment als je vacature bijvoorbeeld 3 maanden open staat en je nog steeds niemand hebt gevonden en je hem weer openzet, geen enkel probleem. Maar op het moment dat je denkt, oh, mijn vacature staat nu een week open, is gezakt in de zoekresultaten, ik repost hem weer opnieuw, zodat de vacature weer bovenaan komt te staan.
Op dat moment ziet Indeed het als reposting. En dat betekent dus ook weer dat als dit te vaak gebeurt, je hele feed naar sponsored only, dus zonder zichtbaarheid, op Indeed kan komen te staan. Dus alsjeblieft, doe dat niet. Dus nummer 1, zet in de functietitel alleen maar de functietitel. Nummer 2, als je een factuur ontvangt van een klant, herschrijf de factuur, zodat je echt unieke content hebt. En nummer 3, niet als een kip zonder kop die factures verversen om hoger in Indeed te komen. En daarop vraag nog even, ik heb hier Irmi, die zegt, we hebben veel doorlopende vacatures. Wat kan je het beste met deze vacatures doen? Ja, dat is eigenlijk een no-go, omdat dat geen unieke vacatures zijn en meer voor talentpooling. Natuurlijk is het wel zo dat die er doorheen komen bij Indeed in veel gevallen. Maar hier geldt ook weer, zorg niet dat je ze dat het als repost gezien worden. Dus pas op het moment dat de vacature 3 maanden op Indeed staat, niet meer zichtbaar is op Indeed, dan pas reposten. Oké, dus de termijn eigenlijk, de tijd, die vraag krijg ik namelijk hier ook van verschillende mensen, is dus inderdaad van 3 maanden. Ja, maar daar gaan we zo meteen ook nog even iets extra's over roepen. Ja, dus daar komen we zo meteen nog even terug. Is langer. Als je wil. Nou, ik vergelijk. Oh, sorry. Ja, nog toch ook, dat gaat eigenlijk over het eerste punt hoor. Maar toch ook nog wel wat mensen die nog een beetje zitten met het multisource feed versus de crawling. En dat het soms ook wel eens tegelijkertijd heeft plaatsgevonden. Waardoor ze getikt, op de vingers getikt werden door Indeed. Hoe kan je dat onderscheid precies maken? En waarom kies je voor multisource in plaats van crawling? Multisource is zeg maar de manier die we zowel aan Otis-zijde als Indeed-zijde omarmen. Vergelijk de multisource een beetje als zeg maar Otis Go. Met andere woorden, de nieuwste versie die we zo compleet mogelijk willen maken, waar al onze aandacht naar uitgaat. En dat er ook nog wat oudere manieren zijn waarop we vacatures van Otis naar Indeed hebben gekregen. Dat is heel fijn, maar alle nieuwe ontwikkeling die gaan we niet in die oude manieren stoppen. Dus dat is eigenlijk de reden dat je het op de meest moderne manier overgezet wil hebben, omdat daar ook gewoon de meeste mogelijkheden, toeters, bellen in mogelijk zijn. En de manier dus om het te herkennen is, de beste manier om het te herkennen is, zoek een vacature op Indeed. Staat daar solliciteren via Indeed, of in ieder geval dat je dus via Indeed Apply kan solliciteren bij, dan kan je ervan uitgaan dat het via die globale feed verloopt. Zie je dat linkje er niet bij, dan is er een goede kans, of dan is de grootste kans dat het niet via de globale feed loopt. En dan kan je het beste eventjes contact opnemen. Komen we zo meteen nog eventjes op terug. Om dat wel via de globale feed te laten verlopen. Ja, en hier ook nog een aanvulling. Het is niet zo dat je op de vingers getikt wordt op het moment dat je de vacatures laat indexeren via de carrière site. Helemaal niet. Dat mag je echt prima doen als klant. Het is alleen dat je dus niet gebruik kunt maken van deze integratie. En van dus de voordelen. Oké, en ik heb nog eventjes een vraag over die globale feed. Hoe vaak wordt dat opgehaald? Dus we waren een beetje benieuwd naar de actualiteit van de vacatures op Indeed. Iedere 6 uur. Dus iedere 6 uur worden de vacatures ververst. Oké, en ik heb nog een vraag toch even nog over die reposting. Ja. Als je een vacature offline haalt en een paar dagen later weer online zet of publiceert, wordt het dan ook als reposting gezien, vraagt Michal zich af. Ja, in heel veel gevallen wel, ja. En hij kan er natuurlijk wel net doorheen slippen, maar als het, ja, dan wordt het wel opgemerkt als repost. Oké. Yes? Dat was het. Oké, helemaal goed. Nou, ik had de volgende eigenlijk al stiekem aangeklikt. Want toen Lydia vol passie tegen mij begon te vertellen over hoe je nou ervoor kan zorgen als klant zijnde dat je vacatures goed in Indeed verschijnen. Toen maakte ik eigenlijk een bruggetje met SEO, SEO, Search Engine Optimization, zoekmachine optimalisatie. En nou, ik ben eigenlijk nog op zoek naar een woest briljante term. Maar hè, best waar ik volgens nog mee kon komen was Indeed Optimization, INO. Met andere woorden, bewust
bezig zijn met het vullen van je vacatures, zodat ze op Indeed goed verschijnen. Nou, die verschillen tussen SEO en INO zijn niet zo heel erg groot. En voor de SEO-kenners is er een verschil tussen Black Hat SEO en White Hat SEO. Black Hat SEO is Google proberen te bedonderen om hoog in de zoekresultaten van Google te komen. Nou, een van die manieren die vroeger heel vaak gedaan werd, was een hele mooie lap witte tekst in een wit lettertype op een witte achtergrond op een pagina plaatsen. Dan dachten mensen, hey, dan staat die tekst in een heel klein lettertype, staat er lekker veel tekst op die pagina. Bezoekers zien het niet. Google ziet het wel en op die manier kan ik hoger in Google terechtkomen. Nou, dat zijn natuurlijk een beetje vieze trucjes die Google snel genoeg ook door heeft, die uiteindelijk meer tegen je werken dan voor je werken. White Hat SEO is je bewustzijn van hoe Google werkt en op basis daarvan gewoon juiste keuzes maken. Kleine anekdote voor de mensen die mij nog nooit hebben horen vertellen, maar voordat ik bij Otis werkte, werkte ik bij een in-house vestiging van een groot internationaal distributiecentrum. We deden daar hartstikke goed, hadden al onze KPIs, behalve één specifieke vacature die wij ontvingen, de vacature van maintenance technician. Daar vonden wij maar geen geschikte kandidaten voor. Nou, begonnen met publiceren op onze eigen website, vervolgens heel snel natuurlijk op heel veel andere websites gepubliceerd, op een gegeven moment zoekertjes in kranten geplaatst, postertjes opgehangen, op een gegeven moment zelfs geflyerd bij industrieterreinen, zelfs op een gegeven moment een advertentie van €3000 in de Gelderlander geplaatst, maar die vacature van maintenance technician, die kregen we maar niet ingevuld. Tot het moment dat wij een helder moment hadden en dachten van waarom noemen we de vacature eigenlijk maintenance technician? Ja, het was een internationaal bedrijf, Engelstalige functietitels. Zo hebben wij hem gewoon ontvangen van onze opdrachtgever. Zijn we niet gewoon op zoek naar een onderhoudsmonteur? Ja, we zijn op zoek naar een onderhoudsmonteur. Gaat een onderhoudsmonteur in een van die boards waar wij de vacature op plaatsten bij functietitel maintenance technician intikken? Nee, die onderhoudsmonteur die advertentie van €3000 in de Gelderlander ziet van maintenance technician, die denkt misschien, hey, lijkt me een hartstikke tof bedrijf, jammer dat ik geen maintenance technician ben. Het enige wat we hebben gedaan in onze vacature-uitingen is de term maintenance technician vervangen voor het woord, het simpele woordje onderhoudsmonteur, en binnen no time hadden wij meer geschikte kandidaten dan onze klant op dat moment kon gebruiken. Dus ze hadden een ander probleem. Ze hadden inmiddels twee vacatures en ze zeiden, jullie maken het ook ons heel erg onmogelijk, want eerst heb je een half jaar niemand en nu heb je er drie die we alle drie aan willen nemen, terwijl we maar twee vacatures hebben. Dus gebruik dit soort functietitels echt voor termen waar mensen ook daadwerkelijk op zoeken. INO, Indeed Optimization. Dan, als je nou geen zichtbaarheid hebt, zijn eigenlijk de drie dingen die Lydia aangaf heel belangrijk om te checken. Nummer 1, zijn mijn functietitels schoon, netjes, puur de functietitel. Nummer 2, de vacatures die ik van mijn klanten ontvang, herschrijf ik die in minder of meerdere mate? Of is het gewoon copy-paste van de tekst van de opdrachtgever met misschien het aanpassen van een paar woordjes? En tenslotte, dat reposten, ben ik constant vacatures opnieuw aan het verversen? Of doe ik dat met wat meer beleid? Nou Lydia, wat nou op het moment dat een klant zoiets heeft van ja, maar volgens mij, ik hou mij aan de drie tips van Lydia en mijn vacatures zijn nog steeds niet zichtbaar op Indeed. Wat kan een klant dan doen? Heel simpel, contact op mij met Indeed. Op het moment dat je een DS representative hebt of een account manager bij Indeed, neem contact op met hen. En op het moment dat je dat niet hebt, dan kun je het contactformulier invullen op de website en wordt daar teruggebeld. Om dit te verzorgen. Precies, en het is dus niet dat als je niet zo'n customer service representative hebt bij Indeed of geen account manager hebt bij Indeed en je vult dat contactformulier in, dat aan de andere kant van dat contactformulier hele vervelende mensen zitten die heel bewust gewoon jouw vacatures niet in Indeed willen opnemen. Nee, zij borgen gewoon de kwaliteit van de vacatures die in Indeed staan. En het is ook zeg maar hun doel om jouw vacatures op een goede manier in Indeed te krijgen. En dan kan je samen met de mensen van Indeed ervoor zorgen dat jouw vacatures op een goede manier in Indeed komen. Vragen over dit onderwerp, Janine? Nou, nog even toch het stukje over die repost. Het werd net gezegd, als je hem offline haalt en een paar dagen toch weer online zit, dan wordt het gezien als een repost. Hoe kun je dat dan op een andere manier doen, dat dat dus eigenlijk niet zo wordt gezien? Want ze zeggen, ja, het komt wel eens voor dat iemand is begonnen, maar die stopt het toch weer en daarom willen we de vacature toch weer opnieuw online zetten. Maar het is ook niet zo dat als je één repost doet, dat dan heel je feed direct niet meer zichtbaar is.
Dus een bepaald percentage van reposting is oké. Als dit inderdaad een uitzondering is op de regel en het niet constant doet, want we zien echt reposting percentages van 80% in feeds. En ja, dat is gewoon echt verkeerd. Ja, kijk, als het één vacature betreft, dan gaat het kwaliteitsteam niet zeggen, oké, dit is een vacature die één vacature en daardoor gaat je hele feed op niet meer zichtbaar. Dus ja, er is wel een nuance. Ja, dus vergelijk het een beetje met zoekmachine optimalisatie. Duplicate content is bij SEO zeg maar ook zeg maar een van de dingen waar je op moet letten. Nou, dat betekent niet dat als jij jouw vacature op een vacaturebank publiceert en er ontstaat op die manier duplicate content, dat je meteen niet meer geïndexeerd wordt in Google en grote problemen hebt. Maar Google constateert wel duplicate content. En op het moment dat ze denken van, hey, deze gasten lopen via dat Black Hat SEO een beetje de boel te bedonderen om ons te misleiden, ja, dan gaat het dus wel negatief. Consequenties hebben. Oké. Je wilde nog volgens mij iets. Ja, ik zit nog heel even te kijken of ik nog iets heb. Vragen voor hier, maar volgens mij hebben we nu weer het meeste beantwoord. Vooral over die repost. Die tips van de zichtbaarheid, staan die ook nog ergens te vinden? Op Indeed of iets dergelijks? Lydia? Ja. Ik weet niet precies waar uit mijn hoofd, maar die staan zeker op Indeed. En we hebben ook one-sheeters die we delen met klanten. Maar daar ga ik nog even, dat is een goede vraag. Oké, okay. Er zijn er meerdere klanten die dat graag nog eventjes naast zich zouden willen neer kunnen leggen om hun vacatures te checken. Nou, dat is heel erg goed, dat is heel slim. En dan gaan wij ervoor zorgen dat de deelnemers van het webinar die gaan ontvangen van ons. Super, fijn. Gaan wij door. Met het laatste onderdeel, recente verbeteringen in de integraties. Zoals Lydia al aangaf, is dat er best wel veel klanten, waar wij in ieder geval achterkomen, nog op basis van een van die oudere manieren hun vacatures opnemen in Indeed. Omdat er bij wijze van 2 jaar geleden in die globale feed iets niet mogelijk was. En dat was dan wel mogelijk al om het via een soort van workaround te doen. Dus hebben ze gekozen voor de workaround. Echter, we hebben het afgelopen jaar ongelooflijk veel verbeteringen doorgevoerd in de verschillende integraties in Indeed. Dat het in ieder geval Lydia en mij zou verbazen als er nog steeds een goede gegronde reden voor zijn. Dus ik zou graag eventjes mee willen nemen in de verbeteringen die we het afgelopen jaar in de integraties hebben doorgevoerd. Nou, nummertje 1 is dat we veel verbeteringen hebben op het vlak van meetbaarheid. Met andere woorden, waar komen de kandidaten in je database vandaan? We hebben een aantal globale wijzigingen doorgevoerd. Voorbeeld, voorheen kwamen kandidaten van Indeed eigenlijk altijd in één Indeed-bak of in een paar Indeed-bakken, maar in ieder geval niet zeg maar een duidelijk onderscheid. Tegenwoordig plaatsen we ze in hele specifieke bakken, dat je weet van, hey, deze kandidaten komen via Indeed Organic, organische zoekresultaten. Deze komen van gesponsorde vacatures. En ik ben de derde weer vergeten, Lydia, sorry. Of via targeted ads en wat we het maar in termen noemen, ITA apply. Ja, dus zeg targeted ads en ITA apply je niets, dan werk je er waarschijnlijk niet mee. Werk je er wel mee, dan komen die kandidaten dus ook in een specifieke bak terecht. Nou, daarnaast is het ook mogelijk om op het moment dat je veel bezig bent met campagnes en UTM tags. En als je UTM tag hoort, dat je weet zeg maar waar het over gaat en denkt van oh tof, hartstikke mooi. Is het tegenwoordig mogelijk om UTM tags mee te geven aan de kandidaten die je van Indeed ontvangt. Of in ieder geval de linkjes van Indeed naar Otis. En dat kan je aanpassen via CSM client setting 3115. Betekent dus in Otis Go rechtsbovenin op je naam klikken, kiezen voor klantinstellingen. En dan 3115 intikken. Wat je ook kan doen, is bij dat trefwoord gewoon Indeed intikken. En dan krijg je veel meer instellingen, waaronder deze. En dan kan je gewoon eventjes door alle Indeed instellingen lopen. Dan hebben we een verbetering doorgevoerd dat we oude vacatures nu ook kunnen opnemen. Daar werd eerder een vraag over gesteld. Vroeger was het namelijk zo dat Indeed zei, Lydia, als je een bureau bent en jij stuurt ons vacatures, willen wij geen vacatures hebben ouder dan 90 dagen, toch? Dat klopt.
Nou, dat is veranderd. En die zegt inmiddels van ja, weet je, op het moment dat je een vacature hebt ouder dan 90 dagen, dan mag je die gewoon naar Indeed sturen. En dan zorgen we ervoor dat die gewoon in de Indeed-index wordt opgenomen. Maar standaard komen die oude vacatures niet in de Indeed-feed terecht. Omdat het altijd zo heeft gewerkt. Dat is de manier hoe Otis-klanten het gewend zijn. Heb je echter een hoop oude vacatures en die dus wel nog gepubliceerd zijn, maar die ouder zijn dan nou, x aantal dagen. Dan kan je die vanaf nu zelf ook opnemen in de Indeed feed. Dat kan wederom via dezelfde route, dus klantinstellingen, zoeken naar trefwoord Indeed of zoeken naar CSM setting 3107. En daar vind je dan zeg maar de optie op om je oude vacatures ook op te nemen in de Indeed feed. Eens even zien. Dan. Hebben we een optie, of eigenlijk meerdere opties, om meer gegevens naar Indeed versturen. Dat is de metadata waar Lydia het eerder ook al over had. Op het moment dat jij al jouw vacatures naar Indeed stuurt, dan kan je in Indeed verschillende campagnes aanmaken. En stel, je bent een werving- en selectiebureau en je bemiddelt in finance vacatures of professionals en IT-professionals. Dus je hebt finance vacatures en IT vacatures. Dan kan je in Indeed campagnes starten dat je zegt, joh, dit budget en de helft in de finance vacatures en de helft in de IT vacatures. Nou, dan is het voor Indeed wel heel erg handig om te weten wat een finance vacature is en wat een IT vacature is. Nou, daar hebben we verschillende dingen voor mogelijk gemaakt. Nummertje 1 is het mogelijk om je vacature categorieën naar Indeed door te sturen. Dus als je nu al toch al die dingen aangeeft via een categorie, dan kan je die informatie doorsturen naar Indeed, zodat nou ja, die budgetten zeg maar goed verdeeld kunnen worden. Maar wat je ook kan doen is zeggen, ja, maar eigenlijk bij iedere vacature is het net wat anders, dat je via een instelling een extra veldje beschikbaar maakt in een Otis Go vacature detail. Dat betekent dat je in het widget vacature informatie, ik zie hem links onderin heel klein staan, een extra veldje hebt Indeed metadata. En wat je daar invult, wordt ook doorgezet naar Indeed. En op die manier kan Indeed dus zeg maar beter de budgetten verdelen en campagnes verzorgen en dat soort zaken. Andere verbetering die we hebben doorgevoerd, dus globale verbetering, heeft geen enkele klant iets aan hoeven doen. Op het moment dat jij nou vacatures in meerdere talen publiceert, met andere woorden, ik heb een website en die is beschikbaar in het Nederlands, Frans en Engels. En ik heb een vacature en ik heb die mooi, daar mooi een Nederlandse versie van gemaakt, een Engelse versie van gemaakt en een Franse versie van gemaakt. Dan sturen we nu die drie verschillende vacatures, eentje in het Nederlands, eentje in het Engels, eentje in het Frans, door naar Indeed. Voorheen stuurden we alleen maar één vacature. Dus één taalversie, maar tegenwoordig sturen we alle taalversies naar Indeed, mits je ze dus netjes vertaald hebt. Dan hebben we verschillende verbeteringen doorgevoerd aan de screenervragen die bij Indeed Apply gesteld worden. Nou, ik kwam net ook al een vraag over van, joh, wat zijn nou, zeg maar, hoe kan ik beïnvloeden welke vragen er gesteld worden? Nou, ten eerste zijn er twee CSM-settings die je, nou ja, wederom op basis van het nummertje of op basis van trefwoord Indeed kan invullen. Standaard, als je zeg maar niks doet als Otis-klant, stellen wij gewoon precies dezelfde vragen als dat je op je eigen website vraagt aan mensen, ook aan via Indeed Apply. Dat betekent ook dat we de voornaam, tussenvoegsel en achternaam aan de persoon vragen, terwijl die kandidaat bij Indeed ook al zijn naam kenbaar heeft gemaakt. Nou, we hebben een setting en dan kan je zeggen, joh, weet je wat, gebruik gewoon de naam die we van Indeed krijgen. Let wel, Indeed, omdat het een grote internationale partij is, kent geen tussenvoegselveld. Dat is echt heel typisch Nederlands. Dus dat betekent wel dat het tussenvoegsel waarschijnlijk in het achternaamveld komt te staan. Maar dan worden die namen aan Indeed-zijde dus gebruikt en ga je niet nog losvragen om, mag ik de voornaam, tussenvoegsel, achternaam. Een andere verbetering die we hebben doorgevoerd is als je de algemene voorwaarden verwerkt in zeg maar de vraag aan de sollicitant, het accepteren van de algemene voorwaarden. Vroeger zorgden we er altijd voor dat zeg maar die hele algemene voorwaarden zeg maar op Indeed getoond werd. Nou, als je drie regels algemene voorwaarden hebt, dan is dat prima. Maar de meeste partijen hebben wel een wat langer verhaal algemene voorwaarden, wordt het een enorme lap tekst. Nou, we hebben tegenwoordig ook mogelijk gemaakt dat je gewoon een linkje naar je website met de algemene voorwaarden op Indeed kan innemen. Nou,
dat kan allebei via CSM-settings geactiveerd worden. CSM-setting 3105 en 3108. In het verlengde daarvan is het ook mogelijk om een Indeed-vragenset in te stellen. Nou, ik denk dat de meeste key users wel weten wat vragensets zijn. Dat zijn de vragen die je stelt als iemand op je website solliciteert. Nogmaals, standaard stellen we op Indeed dezelfde vraag als dat iemand via je eigen website had gesolliciteerd. Maar via zo'n Indeed-vragenset kan je heel specifiek aangeven als iemand via Indeed Apply solliciteert, dan wil ik dat je net eventjes wat andere vragen stelt. Dus niet, je kan bijvoorbeeld simpeler maken dat je nog meer sollicitaties krijgt. Even een vraag daarop, want je geeft aan inderdaad, normaal gesproken gebruiken we dezelfde vragenset als op de website van Otis, zeg maar. Wordt er dan dus ook rekening gehouden met eventueel killer questions, desktop en mobiele variaties? Ja en nee. De killer questions worden wel gesteld aan de kandidaat, maar bij een Otis website is het mogelijk om iemand automatisch af te wijzen op basis van de antwoorden die iemand geeft. En dat gebeurt bij Indeed niet. Met andere woorden, in Otis kan ik instellen van, hey, heb je een BKR-registratie? Ja, nee. Als je ja zegt, dan word je automatisch afgewezen. Als je nee zegt, word je niet automatisch afgewezen. Bij Indeed Apply wordt die vraag wel gesteld, maar wordt iemand niet meteen bij Indeed afgewezen, maar wordt de informatie, inclusief het feit dat die persoon een BKR-registratie heeft, doorgezet naar Otis. Ja, mag ik daar nog ook wat van zeggen? Want dit wordt ook binnen Indeed gezien als een ontwikkeling die wij zelf moeten doorlopen. Dus dit staat zeker op de roadmap. Cool, top. En aangezien wij startpartners zijn op het moment dat het aan Indeed-zijde ondersteund wordt, dan gaan wij weer met Indeed kijken hoe we dat ook in de integratie kunnen verwerken. Ja. Voor zover ik weet zit er op dit moment geen verschil tussen de mobiele vragen en de niet-mobiele vragen. Bij Otis heb je natuurlijk heel veel verschillende vragensets. Een mobiele vragenset, een TextCurl vragenset, een LinkedIn vragenset, et cetera. Maar standaard worden gewoon de 13 in dozijn vragen gebruikt. Dat als je normaal gewoon via de desktop solliciteert op de vacature. Voldoende antwoord op de vraag, Janine? Ja, ik heb nog wel eventjes over dat overrulen van de Indeed-vraagset van Piet Heindorf. Ja. Je kan dus een Indeed-vraagset inrichten in Otis. Correct. Net hadden we het al over dat er eventueel dus dubbelingen in zaten. Werkt het dan met die setting dat je dat kan uitzetten? Of moet je gewoon in die Indeed-vraagset niet die voornaam, achternaam bijvoorbeeld meenemen? Nee, dat werkt met de setting. Dus je maakt een kopietje van je vragenset en daar maak je dan de Indeed-vraagset van. Daar ga je niet de naam uithalen, want dat werkt juist met die setting. Maar dat is echt ervoor bedoeld om, stel als iemand via je eigen website solliciteert, wil je 5 matchcriteria van die kandidaat hebben. Je wil dat niet allemaal uitvragen aan Indeed, omdat je dan bang bent dat er te weinig mensen uitvallen. Dan kan je heel specifiek die vragen uit in die vraagset verwijderen. Oké. Dan heb ik nog even een aantal vragen. Even kijken. 1. Is er ook een checklist beschikbaar, eigenlijk meer vanuit Otis denk ik, om te kijken of je dus inderdaad die verschillende opties van Indeed-koppelingen aan hebt staan, of dat je dat even weet waar, hoe je dat kan controleren? Zo wil iemand bijvoorbeeld ook weten, word ik wel meegenomen in de globale feed? Dus, voor de globale feed is dat lastig dus om te bepalen, maar ik denk dat we daar wel iets voor kunnen opstellen. Dus dat lijkt me wel gewoon een verstandig opvolgpuntje van Otis kant. Ja, dus even een checklist in die opties en waar je kan zien of opvragen of, of het goed gaat. Oké. Dan nog een vraag. Goh, ik heb geen Otis website. Ik voer wel mijn vacatures in Otis in. Kan ik dan meegenomen worden in de globale feed? Dat is doorgaans niet logisch. Dus op het moment dat je geen Otis website hebt, dan is het in principe aan de partij die wel jouw website heeft gemaakt om een dergelijke integratie met Indeed te maken. Oké. Dan heb ik nog een vraag. Kan ik mijn eigen matchcriteria meesturen naar Indeed? Dus ik heb mijn vacatures, ik hang daar matchcriteria aan, kunnen die ook mee naar Indeed? Daar hebben we op dit moment geen optie voor. Dus dat zouden we eventjes moeten bekijken wat daar het nut van is om zoiets mogelijk te ontwikkelen. Dus bespreek dat vooral eventjes met je accountmanager aan Indeed-zijde en of aan Otis-zijde. Dat we even samen kijken naar, joh, waarom wil je dat? Is er een andere oplossing voor mogelijk om hetzelfde doel te bereiken? Of zouden we dat technisch moeten aanpassen?
Dan zijn ze benieuwd waar ze het aantal weergaves van een vacature op Indeed kunnen inzien. Dat is denk ik een vraag aan Lydia. Lydia, dat is in het dashboard. Op het moment dat je vacature sponsort, heb je een eigen dashboard. En daarbij kan je het inzien. Je kunt het niet inzien van het organisch verkeer. Dus dat is eigenlijk de... Ja, je hebt dus inlog bij Indeed nodig om dat in te zien. Ja. En daar kun je natuurlijk ook advies vragen aan het Customer Success Team binnen Indeed. Oké. Dan krijg ik hier nog even een vraag van wat is het voordeel van dus het sponsoren vanuit auto's in plaats van rechtstreeks op Indeed? Maakt in principe niet uit. Het is op het moment dat jij in een vacature in een auto zit, kan je zeg maar dat direct vanuit de auto's aangeven. En dan wordt dat aan Indeed doorgegeven op de achtergrond. Op het moment dat je, ja, het is een beetje afhankelijk van waar zit je op dat moment in. Zit je op dat moment in een vacature detail in auto's, dan is het het gemakkelijkst om dat rechtstreeks vanuit auto's te doen. Zit je op dat moment in je dashboard van Indeed en zit je te denken, oh, ik wil toch deze vacature sponsoren, dan kan het gewoon vanuit het dashboard van Indeed. Verder maakt het in principe niet uit. Het is gewoon zeg maar meer gemak dat het vanuit auto's kan. Want op het moment dat je bijvoorbeeld nog nooit een vacature hebt gesponsord, dan krijg je ook een mail vanuit Indeed met het opzetten van je billing. Dus het werkt in principe hetzelfde. Het is alleen iets gemakkelijker om het vanuit auto's aan te klikken. Yes. Oké, dan heb ik nog een vraagje over de tracking eigenlijk van de sollicitaties. Het is een klant opgevallen zeg maar, dat er nog wel eens verschillen in kunnen zitten tussen de cijfers van Indeed zeg maar, en de cijfers van Otis. Dus wat kunnen we hier aan doen en waar ligt dat aan? Ja, dat is iets wat we samen met Indeed op dit moment aan het oppakken zijn. In ieder geval een belangrijk verschil is dat standaard Otis rapporteert op basis van kandidaten. Met andere woorden, waar komen je kandidaten vandaan? En dat standaard Indeed rapporteert op basis van sollicitaties. Met andere woorden, hoe zijn de sollicitaties tot stand gekomen? Als één kandidaat op drie verschillende vacatures heeft gesolliciteerd, heeft Indeed dus in beginsel drie verschillende bronnen en heeft Otis maar één bron. Nou, we zijn op dit moment samen met Indeed aan het kijken, omdat we daar inderdaad ook signalen over hebben gehad, hoe we dat proces kunnen verbeteren, inzichtelijker kunnen maken en dat die verschillen minder, in ieder geval goed verklaarbaar zijn. Oké. Zijn er nog veel andere vragen? Want ik zie dat het inmiddels 6:56 is, dus ik denk dat we wel een beetje richting afronding moeten. Ja, er komt nog wel het een en ander binnen. Ik probeer zo snel mogelijk al wat te lezen, ja, waar ze gaan en wat tempo. Zal ik snel wat laatste dingetjes laten zien en dat we dan nog wat laatste vragen doen? Ja. Mooi, want ik wilde in ieder geval nog twee dingen laten zien in het kader van nieuwe functionaliteiten. Nummer 1 is een globale wijziging dat we de weergave van vacatures hebben verbeterd. We hebben zo lang geleden onze initiële integratie met Indeed gedaan dat er toen op het vlak van dingen vet gedrukt maken, opsommingstekens, dat soort zaken, toen nog minder mogelijk was bij Indeed. Indeed heeft natuurlijk ook niet stilgezeten en daar heel veel verbeteringen aan hun kant aan toegevoegd. Nou, inmiddels hebben we dat aan onze kant ook doorgevoerd, dat we die gegevens doorsturen naar Indeed, zodat de vacatures gewoon mooier verschijnen op de Indeed-website. En de laatste, ik heb hem eigenlijk eerder al benoemd, dat Apply with Indeed, op het moment dat je nou wil dat kandidaten met hun LinkedIn-profiel of hun Indeed-profiel kunnen solliciteren op jouw eigen website op een soortgelijke manier als dat dus via LinkedIn mogelijk is, dan kan je dat activeren. En de vraag was eerder, hoe kan ik dat activeren? Nou, dat kan je doen via CSM client setting nummertje 3149. Dus auto rechtsbovenin op je naam klantinstellingen en dan zoeken naar Indeed of 3149 en de instelling activeren. Janine. Yes. Zijn er nog dingen waarvan je zegt van, oh, nog eventjes bespreken? Nou, ik heb nog een vraag van Brechtke binnen over hoe kan ik zien hoeveel kandidaten vanuit Indeed komen en meten hoeveel kandidaten daarvoor zijn geplaatst in Otis? Ja, dat kan via de rapportagemodule.
In de rapportagemodule kan je verschillende rapportages aanmaken. Eén daarvan zijn zeg maar de traffic, de websitebezoekersrapportages. Dan kan je prachtige rapportages maken van waar komen mijn websitebezoekers vandaan, waar komen mijn plaatsingen vandaan, waar komen mijn sollicitanten vandaan. Nou ja, dat is de plek om het te maken. In de handleiding van onze rapportagesmodule staat uitgelegd hoe je dat precies inricht als die rapportages er nog niet staan. En als je er niet uitkomt, dan zijn we natuurlijk ook beschikbaar om je daarmee te helpen. En dan heb ik nog een vraagje. Ik heb hier Jacqueline die zegt, we willen graag het posten van vacatures anoniem houden. Maar sinds een tijdje wordt bijvoorbeeld wel de postcode meegenomen naar Otis en gepubliceerd op Indeed. Hoe kunnen we dat voorkomen? Dat vind ik een lastig om daar direct een antwoord op te geven. Ik zou juist zeggen, Lydia, dat het heel erg beneficial is dat Indeed weet waar die vacature is. Of dat een vacature in Amsterdam is, of in Arnhem, of in Veenendaal, toch? Ja, en ik zou wel willen weten wat dan de specifieke case is hiervoor. Waarom dat inderdaad anoniem zou... Nou, dat je dat liever anoniem houdt. Want ik geloof niet dat er inderdaad een mogelijkheid is binnen Indeed dat je dat uitzet. Unless dat ja, dan niet meekomt in de XML-feed van Otis. Ja, wat je natuurlijk wel kan doen, ik kan me indenken dat als je een bepaalde functie hebt bij een bepaald bedrijf in een heel klein plaatsje, dat je dan bang bent dat ze weten om welk bedrijf het gaat en dat mensen rechtstreeks gaan solliciteren. Wat ik me dan kan indenken is dat je dan in het locatieveld niet dat hele kleine plaatsje neerzet, maar het, weet ik, de wat grotere plaats er vlak in de buurt. Dan is het nog steeds een lokale vacature. Hè? Dat zou ik niet liegen naar sollicitanten noemen, want hè, tenzij het echt een plaats is 100 kilometer verderop, lijkt me dat niet een issue voor de sollicitant. En zou het ook goed gaan? Dat zou op basis van de beperkte informatie mijn eerste idee zijn. Maar het is inderdaad iets om eventjes heel situationeel te bekijken. Ja. En dan krijg ik nog een vraag van Manita. Die geeft aan vanuit de Google voor Jobs gedachte dat bijvoorbeeld bij de titel part-time en fulltime meegegeven moet worden in de titel. Is dat iets wat Indeed ook zo ziet of gehoord heeft? Voor alle duidelijkheid, bij Google for Jobs willen ze niet dat je in de titel fulltime of parttime zet. Google for Jobs wil ook gewoon in de functietitel, in het veldje functietitel, puur de functietitel hebben en ze willen in een ander veld weten of het om een fulltime of parttime vacature gaat. Volgens mij op Indeed is er op dit moment niet dat iedere vacature het kenmerk heeft of het een fulltime of parttime vacature heeft. Of zeg ik dat? Nee, dat is niet een apart veld. Nee. Dat is geen apart veld. Dus in de vacature tekst inderdaad wordt dat beschreven. Ja, dus zowel voor Google for Jobs als voor Indeed geldt in de functietitel echt puur de functietitel plaatsen. Voor Google for Jobs geldt dat je dus nog een apart veldje hebt voor de functietitel. En voor Indeed geldt dat je in de functieomschrijving duidelijk maakt dat het om een fulltime of parttime vacature gaat. Oké, ik denk dat we nu de meeste vragen hebben gehad. Nou, fantastisch. Want ik we zie zijn toch nog wel wat vragen over, misschien nog even in algemene zin, wat vragen over die inrichting van de vraag. Dat ze zeggen, ja, ik mis juist dit in de vragen zet op Indeed. Of ik mis juist de antwoorden van bepaalde dingen die juist wel op Indeed worden ingevuld. Dus eigenlijk al een beetje die inrichting van die vraag zet. Wat is nou even het beste advies hoe dit aan te pakken en opgelost te krijgen? Nou, stuur even een mailtje naar gowebinar@otis.nl. Dat kan je vandaag of morgen doen. Dan komen we nog even individueel op die specifieke gevallen terug. En je kan ook, en dan kan ook na morgen kan je ook een support ticket inschieten. Dat we je via die route eventjes helpen voor die specifieke punten. Oké, okay. Nou dat was hem dan. Nou, mooi. Dat was hem, Lydia. We zijn ietsjes uitgelopen, sorry daarvoor. Maar vooral dank richting Lydia voor zeg maar, haar deelname aan dit Otis Indeed webinar. Vond je het een beetje leuk? Dank voor de uitnodiging. En ik vond het ontzettend leuk om te doen. Oh. En ik ben ook heel verrast dat er zoveel vragen zijn gekomen. En dat er blijkbaar interesse is in deze integratie. Dus daar ben ik blij om. Wij hebben hele actieve klanten.
Nee, maar ik denk dat in die het ook vooral. Ik zag het ook aan het aantal deelnemers van deze webinar. Er waren veel aanmeldingen. Dus ik denk dat Indeed natuurlijk wel bekend is. En dat iedereen wil profiteren van jullie. Ja, nou, oké. Top. Dank nogmaals, dank jullie allemaal ook voor die aanwezigheid. Nogmaals, heb je nog vragen die niet beantwoord zijn, vandaag morgen een mailtje naar gowebinar@altris.nl en anders even een support ticket. En dan helpen we je heel graag verder. Je ontvangt nog een opname van het webinar met de aanvullende informatie. En ja, rest mij om jullie een hele fijne dag nog toe te wensen. Dank jullie wel en tot ziens.